Toen wij begonnen in 2012 was er mede door de beschikbare budgetten, of eigenlijk de niet beschikbare budgetten, best wat aan te merken op het openbaar groen in Almelo. Onze stichting had de ambitie een kwaliteitsimpuls te geven en te zijn. Een impuls door dingen aan te pakken en uit te voeren en ook door uit te dagen. Te laten zien dat groen feitelijk een vrij goedkope stoffering van de stad is. Een stoffering die door de meeste mensen als aangenaam wordt ervaren. Zolang je het maar onderhoudt, want anders wordt het een last. Je moet je kleren ook op tijd stomen. En je moet het dus niet te ingewikkeld maken. Onze projecten staan in het boekje dat wij u willen overhandigen. Daarom ga ik ze allemaal niet noemen. U kunt het lezen en u kent de stad. Het hele boekje is trouwens te lezen als een klemmend beroep op u, gemeenteraad. Houd uw openbaar groen in conditie. Wij weten dat er voor de gemeenten opnieuw in financiële zin lastige tijden aanbreken. Realiseer u dat u met de groene stoffering op de goede weg bent. Uw huidige wethouder heeft de uitdaging toch wel verstaan. Er is merkbaar meer aandacht voor het groen de laatste paar jaar. Maar uw raad gaat over de centen. Veel van wat wij wilden hebben we kunnen realiseren. Het gaat u goed. Succes ermee. En ook met uw opgave de leefbaarheid van Almelo te behouden en te verbeteren. Blijf daarbij groen denken. Wij willen u dit boekje aanbieden. U krijgt dat allemaal. Maar pars pro toto bied ik het aan de burgemeester.